Hey, mijn naam is Tom en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag zijn we terug met een nieuwe Minecraft Kingdom video in het Kingdom Italia op de Visioski Kingdom server. En ik ben op dit moment ben ik op de Kingdom Spawn en uh, dit is dus ja, het spawnpunt van het Koninkrijk Thalia en we zijn dus in de hoofdstad. Ik ga jullie vandaag meenemen door de hoofdstad en ik ga ook zelf een beetje kijken wat er staat, want ik ben wel vaker in de hoofdstad geweest en ik ben er nu ook al meer actief in de hoofdstad. Maar ik heb nog niet echt overal rondgekeken wat nou wat is. Dus deels ga ik dat samen ontdekken. En deels ga ik jullie laten zien wat ik de afgelopen dagen slash week in de hoofdstad heb gedaan. Let's go. We gaan even kijken. Wat heb ik allemaal staan? Dat was gisteren iemand jarig volgens mij. Dus er staan hier overal taarten. Niet pakken stroopwafels en pickaxes. Oké. Okay? We kunnen hier ook nog naar boven toe gaan. Beetje net op portal achtige Dingen heb ik hier het gevoel. Uh, even kijken, we doen een torch hierin. Dan zien we meer met de shadows. Een nice ender chest, die heb ik heel lang voor gezocht. Maar uiteindelijk stond hij gewoon hier. En um, ja, ik weet, ik weet niet echt wat het voor moet stellen. Dit is niet echt kingdom gerelateerd, dit bouwwerk. Auw. Zo, dus ja, simpele kaaspaanbolder. Bolder 1. Geen idee wat bolder 1 is. Nou, daar dus zijn we dan. Kijk, nog meer eten. Nom, 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 nom. Allemaal taartjes. Taart, taartjes voor. Uh. Ik weet niet meer wie jarig was, maar iemand was jarig. Wat is dit? Takkenbord. Koppelstroom smelten. Oorzoezamen. verzamelen. la 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 la. Oké, okay, dit is dus een soort van chest room. <laughs> dit is gewoon een openbare plek. Het is gewoon een random plek in het kingdom waar ze allemaal kisten in hebben gepapt. En hier is gewoon een. Uh, ja, ook gewoon een enchanting room. En die allemaal kisten. Maar ja, er zijn er veel te weinig kisten, heb ik gemerkt. Want ik was gisteren aan het graven en aan het bouwen. En ik kon een zombie. Where you at, bro. Dus ik heb hier allemaal spullen gegooid waarvan ik nog geen kist kon vinden. En de granite en de statueirout kisten zaten vol. Dus dacht ook van ja, ik gooi het maar even hier neer. Hier heb je stallen. Stallenpaard. Owner High Life. Haringje van Demon Cobra. Zombie. Een zompie. Wat het tonijn van Mark. En dit is Sharky. Oké, okay, dit is iets met... Ik weet niet. Dit is blijkbaar een ding of zo. Maar ik zie hier gekke huizen staan met een uh, tovenaarshoed dak. En we gaan eventjes kijken. We gaan eventjes kijken. Lijpenkrip van stroopwafel. Stroopwafel, je hebt je deur open laten staan. Dus dat betekent dat ik toch mag inbreken. Ja, 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 ja. Je hebt je deur open laten staan. Dus dat is je eigen fout. Ik zal niet in kisten gaan kijken hoor. Oké, okay, oké. Okay. Kleine overvloed dingetjes. We gaan hier naar boven. Oké, okay, kistenkamer. Niet echt spannend. Ik dacht misschien heeft die, die stroopwafel een gekke sex dungeon of zo. gekke man cave. Maar dat zat er niet in, helaas. Ja, wij dus. Ik zie daar nog wat cute huisjes. Hier staan de schapies. Hier, dit is. Ja, dit is iets epics. Dat ga ik wel duidelijk laten zien hoor. Misschien dat ik dat ook even langs vlieg. Want ik heb youtube Ranky, Dus ik kan vliegen. Oh, wat mooi. Hier kun je lekker vissen. En in het begin kon je ook zitten op, op stoeltjes en zo. Maar nu kan dat niet meer. Zombie, hou even je bakkes. Dus ik ben een video aan het opnemen. Een mooi farmpie. En hier is een doggo van weet ik niet wie. Oh, dit is het kraandruppeltjes-vishutje. Die is gesloten. Dus we gaan maar niet naar binnen. Hier is nog een huis. Echt heel veel random huizen en heel veel random bouwstijlen. Dit is, uh, dit, de hoofdstad is een beetje Nederland. Weet je, multicultureel en zo. En honderdduizend bouwstijlen in één land. <laughs> ja, dat had je in de middel helemaal niet echt. Even kijken, dit is het huis van niemand. Mag Morgen, nobody's place, kijken of zo, dat maar niet doen. Hier zijn allemaal mensen bezig met bouwen nog. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Niet heel spannend. Ze zijn niet zo georganiseerd in, het, in de hoofdstad. Maar ja, daarom kwam ik eigenlijk van het, van het dorp naar de hoofdstad toe. Want er gebeurde eigenlijk niet veel in de hoofdstad. Behalve dat daar een groot kasteel, uh, kasteel wordt gebouwd, troonzaal ding. Dus we dachten van: ik ga naar de, naar de hoofdstad toe. Ik ga helpen. Het is zeg maar nog een dingetje. Er moet een design worden gekozen van een huis. Alleen niemand wil het doen. Dus de hoofdbouwer zegt tegen mij: Yo Tom, als je wilt kun je wat designs gaan maken. Maar ik denk van no, 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 no. Ik ben geen hoofdbouwer. Ik ben maar een burger. Ik ben niet eens bouwer in feite. De Osso van Slinger de Slang. Dus ik vind een beetje dat ze dat zelf moeten doen. En dat zij een design hebben, dan is Ga, ga ik lekker huisjes bouwen. Angarde, garde, creeper. Oké, okay, bijna dood. Dus ja, yeah, that's me, je weet je. Ik heb expres geen high ranks meer gepakt ofzo. En ik hoopte wel, zeg maar, een graafrank te krijgen. Voor de daden die ik heb gedaan. Door bijvoorbeeld het dorpje. En ik had ook een aantal mensen bij mij wonen. Maar die heb ik ook niet gehad. Dus ja, heel erg huilen. Dit is het huis van Noah. Dit is het huis van de, van de headbuilder. Besef. Dit is het huis van de headbuilder. De headbuilder van Talia. Dit. Noah... Noah, wat is dit? Als headbuilder moet je juist een fucking mooi huis hebben staan, Noah. Wat is dit? Oh, niet ook wel Allemaal huizen die niet af worden gemaakt. Gast. Hieronder is mijn ter info. Hieronder is mijn. Oh, hieronder is, is de mijn. Maar Noah, ik verwacht wel wat meer uh, van jou, Noah. Dit, uh, dit vind ik een beetje een, uh, een schande voor Talia, Noah. Noah, headbuilder. Show your skills. Hier ligt Noclu's huis gekanteld. Rest in Piece. Dus, uh, Noah, wat is dit? De volgende keer als ik uh, een rondleiding ga doen door, het, uh, door de hoofdstad, dan uh, wil ik wel eventjes dat er wat episch staat. En hier staat ook een gebouw. No idea what it is. Dus, uh, ik heb geen idee wat dat was. Ik ben er een aantal keer langs gelopen ze hebben hier ook een eigen weg gemaakt. Even kijken. Uh, ik weet echt niet wat het is. Wat is dit, guys? Het lijkt een beetje zo'n paleisachtig iets. Maar ik weet het niet. En trouwens, die gappel die ik hier heb, die heb ik gekregen uit van vote Keys. Voting Keys! Dus jongens, lekker voten. dan krijg je allemaal super toffe, super toffe, <coughs> uh, leuke dingen eruit. Nee, ze moeten die voterie wel eens even aanpassen. Want bij Legendary Keys kreeg je blijkbaar best wel bagger spul. Tip van Flip for Staff. Fix your vote rewards. Dat ze ook legendary dingen ook echt legendary zijn. Dus geef bijvoorbeeld bij legendary. Geef zo'n... Uh, weet ik niet. <laughs> ik weet niet wat is episch. Oké, okay, we gaan nu naar een stukje toe wat ik zelf heb gebouwd. Of zullen we eerst hier naartoe gaan? Nee, we gaan eerst hier naartoe. Dit is dus... Ja, dit is het kasteel slash... Troonzaal volgens mij. Als jij OCD hebt of een beetje autisme in het, uh, bij het bouwen, dan zie jij dat die één blok naar rechts moet. En dat is dus fucking lelijk. Nee, het is niet fucking lelijk, alleen irriterend voor het oog. Hier heb je een gebakken framboos. Ik weet niet of je dat wel eens gegeten hebt, ik niet. Maar Lol, hier is echt een diepe, diepe pit. Ik weet niet waarom of wat, want ik heb er geen uitleg bij gehad. Maar misschien krijgt hij nog wel nadat mensen deze video hebben gezien. Ik weet het niet. Het een beetje sketchy dit, maar misschien is er wel een roleplay ding. En trouwens, um, ik werd gevraagd om hier een houten poort in te zetten. En ik, ik heb gisteren gezocht naar een houten poort, maar ik vond het lastig om hier iets op te verzinnen. Want ze zouden ook nog op kunnen schieten en zo. Dus ik denk echt van hier heb je echt zo'n stenen poort achter iets. En hier moet er ineens een houten poort. Why? Why? Ik niet snap. Ik niet snap. Ik heb echt het gevoel dat je hier nu al naar de troonzaal toe gaat. Kijk, dan kom je nu aan bij de troonzaal. Alleen dan ben je weer buiten. Dus ik snap het niet echt. Ik snap niet echt wat de gaande is hier. <laughs> maar op zich is het wel vet gedaan met die pit, uh, lava pit. Ik heb heel veel vraagteken's bij dit gebouw, bij dit balwerk. echt heel veel vraagteken's. Ik denk dat hier een huge ass uh, fontein komt. Hier is weer een poort. En hier is dan denk ik de troonzaal. Ik weet het anders ook echt niet, guys. Ik weet het niet. In de hoofdstad heb ik, geen, uh, heb ik zelf geen tour gehad, dus ja, geen rondleiding. Dus dan maken we er zelf maar wat van, Want ik denk dat dingen gaat zijn. En dan hoor ik achteraf of, het, uh, of mijn ideeën juist waren. Hallo, Perry, het vogelbackdier. Dus jongens, vinden jullie deze video leuk? Doe dan eventjes de video lekker liken. En dan uh, komt alles goed. En laat het toch een reactie achter, zeker weten. Abonneren, dat soort dingen. Snap je wel? Kijk, daar is dus de Nether Portal Kingdom Spawn. En daarachter, oh, daarachter is blijkbaar Melon Farm, als ik het goed zie. En hier is de, de hekshoedhuis van, volgens mij, ik weet niet meer van wie. Hier dan wat huisjes, vissershuis en zo. Dus daar zijn we net overal geweest. Even kijken, wat mis ik dan nog? Oh, hier is nog iets heel geks. Dat is volgens mij van: we hebben een chef in het kingdom. Ja, dit is ook de weg naar het station. Deze weg heb ik gebouwd. Ik heb hier ook vuurkoven neergezet. Maar het vuur blijft steeds uitgaan. Omdat uh, vuur... Ja, dat is gewoon zo ingesteld op de server. Maar ik heb al gevraagd... Yo, kan het worden ingesteld dat het vuur niet uitgaat? Dus ik moet even kijken of ze dat willen doen. Maar ik heb nog geen antwoord gehad. Maar ik heb deze epische weg gemaakt. Best lang aan gewerkt. We gaan eerst even naar chef. Volgens mij is dit van chef. Want hij is hier heel veel aan het hakken en zo. Dus een pumpkin farm. En hier een... Heel mooi vuur, zoals je ziet. Het is echt een prachtig vuur. <laughs> je verwacht eigenlijk zo'n typisch kampvuurtje. Dat kan ik ook maken hoor. Dan moeten mensen even vragen. En dan zijn we hier bij een hobbithuis. What the fuck. Dat lijkt echt op een Hier woont Frodo of zo. Of hoe heet het gast? Hallo. <laughs> Grieven is ban. Geen onbevoegde huischef optieven. Nou, uh, ik ben niet welkom, zie ik al. Dus dan tieven we me lekker op. En dan gaan we eventjes. We gaan even naar het station toe. En het station is volgens mij geen railcar station. Maar volgens mij is het gewoon een. Uh, weet het? Je weet het als een frozen uh, weg. Daar kun je blijkbaar hard op rennen. Op rennen. Deze uh, lantaarnpel heb ik niet gemaakt trouwens. Die, die stond er al. En dit is dan het station. Ook niet heel spannend. Die gaat meteen omlaag. Ik weet dan niet wat ze met de rest van het pand hebben gedaan. Want je hebt ook nog een bovenverdieping. Maar die wordt niet gebruikt of zo, guys. Kijk, dit is echt een teer groot pand. Alleen met de rest doen ze niks. Nee, meen je dit? De rest doen ze niks. Gas, je kan hier nog een restaurantje in maken en andere dingen. What the fuck? Ze hebben een heel pand gemaakt, een heel station. Puur zodat je hier omlaag kan gaan. My mind is blown. <laughs> wow, doe normaal, gas. Maak dan een kleine entrance. Dus dit vind ik echt zonde van het pand. Kijk dan. Alles is helemaal leeg. Dude, daarvoor bouw je niet zo'n station. Oh, oh, je kunt hier naar binnen. No, mee dit. No, gas. Oké, okay, dit vind ik wel jammer. <laughs> what the fuck? Waarom bouw je daar een heel gebouw voor? Mijn kingdom is appeared. Noah, what's this? Noah, je moet wel je, je gebouwtjes een beetje fixen. Noah, kom op man, head builder. Know what they are building? Maar echt in een paar weken dat we nu online zijn, is denk ik het enigste gebouw wat vanuit de, de lead van Talia komt, is denk ik dat. Voor de rest ben ik zelf begonnen, ik ben zelf rondgevraagd, hé hey joh, wat kan ik doen in de hoofdstad? Toen was het van, ja, we moeten een design fixen voor het huis, voor de huizen. De, die is er al een paar dagen niet, maar ja, ik heb een paar dagen gezeurd. Toen was ik klaar ermee, dus toen dacht ik van, oké, okay, ik doe al wat ik op dit moment kan doen. Dus toen heb ik deze weggemaakt, uiteindelijk nog aangekleed met wat, uh, die vuren, boordjes neergezet. Ik ben hier netjes omheen gegaan, omdat hier een gekke burgding uh, van uh, chef was. Dus toen uh, ben ik hier omheen gegaan, lekker gaan bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Allemaal zwevende bomen hier ook trouwens. Dus dan loop je deze kant op. Aan deze kant gaat richting. Even kijken, deze gaat richting een rivier of een zee. Even kijken, volgens mij een rivier. En ik hoop niet dat mensen denken dat ik mijn eigen kingdom aan het afkraken ben. Maar ik ben gewoon... Ik weet niet, ik ben gewoon kritisch op wat in het kingdom staat. Want ik wil wel natuurlijk dat mijn koninkrijk het beste, het sterkste en het grootste wordt. Maar op deze manier, daar denk ik ook van... Guys, what the fuck are we doing? Ik vind die torentjes wel apart. Een beetje half kromme torentjes. Maar ik weet niet, ze zijn op zich wel geinig. Ze zijn wel geinig. Ik heb dus de sortering weg weggemaakt. En in principe was ik aan het twijfelen om die ook naar mijn dorp te maken. Maar ik dacht... Maar hoeft niet. En ja, mijn dorp heb ik niet zo heel veel aan gedaan meer. Sinds dat ik naar de hoofdstad ben verhuisd. Want ik dacht: Weet je, iedereen. Eerst gaat iedereen naar mijn dorp. En daarna gaan ze weer weg. Dus het was echt van: wa wa Why? Waarom gaan jullie weg? Huilen. Uiteindelijk was het van. Ik ga naar de hoofdstad. Ik ga daar wel helpen. Ze hebben me hulp blijkbaar nodig. Want het schiet geen meter op. Dat kasteel had ook al lang af moeten zijn, weet je. In sommige kingdoms bouwen ze gewoon hele kastelen in een week. En hier hebben ze dit af in. Hoe lang zijn we nu bezig? Oké, hier heb je dus een, um, een brug. Die is niet door mij gemaakt. Die gaat dan naar de andere kant van Thalia. En hier, dit heb ik gisteren gebouwd. Dit stukje haven heb ik zo gebouwd. Met mooie bootjes. Uh, in de kleur van de Thalia-flag. En ik heb dit uitgegraven zodat het hier diep genoeg is. Zodat hier boten kunnen varen. Want in het begin was het zeg maar zo diep. Het is dus overal zo diep. Zoals je hier ziet. Het is alleen maar zo diep. Dus ik heb een beetje zo'n straat uitgegraven. Dat die boten ook daadwerkelijk weg zouden kunnen. En niet dat ze zeg maar hier op het zand lopen. En dat ze dan vast komen te zitten. Dus ja. Ik hou het wel van om het realistisch te doen. Oh, dit moet wel even mooi opvullen jongens. En uh, ja, hier heb je dan een hele kleine haven. Echt een hele kleine haven. De headbuilder zei tegen mij: Yo, Tom, weer een haven bouwen. Designen. En ik dacht: van Gast, ik ga echt niet een, een haven bouwen voor heel de hoofdstad. Dus ze dacht van: We kunnen wel een kleine haven doen. Ja, ik ben begonnen aan een kleine haven. Super schattig, super leuk. Ik heb een beetje uh, oriëntatie opgedaan. Ideeën opgedaan op mijn bouwserver. En hier heb je gewoon twee leuke, geinige, schattige boten. Ook wel iets met boos zeggen, eens, Maar hele leuke boten. Je hebt je dus twee kleine, schattige boten. Die eentje, die vaart een stukje voor uit. En deze staat hier uh, gedokt, zeg maar, langs de zijkant van de pier. Pauper mooi, pauper mooi. En ja, verder heb je een huge ass motherfucking cactus farm. Joost mag weten waarom we dat nodig hebben. Ja, wat is er nog meer? Ik ga eventjes checken wat er nog meer is. Nou, hier zie je nog een Durptoren van Stone. Iemand heeft hier een random durptoren gemaakt van Stone en Gravel. Yep, ik zie hier iets. Heel, ik weet niet wie, de, wie die steen hieruit heeft gepoept. Maar een onderwater... What the fuck? Kisten onder water. Oh, dat is met hoppers, droppels of hoe dit nou heet. Dit is een fishing. Oh, wow, is dit een AFK fishing ding of zo? Zou best kunnen. Zou best kunnen. Sugarcane heb je heel veel staan. Volgens mij heb je daarachter dan die melon farm. Ook wel nice. Zullen we eens kijken of die doet? Zullen we eens kijken of die ook werkt? Ik weet niet waar je heen moet gaan, maar we gaan even kijken of het werkt. En hier ook. Gas, jezus man. Oh, oh, wat een slagveld hier. Het strand is wel een beetje verkracht. Ja, geen idee hoe het werkt. Laat maar zitten dan. Laat maar zitten. Het zal waarschijnlijk automatisch gaan, of niet? Geen idee. Nou, guys, ik denk dat dit het was. Dit is Thalia. En ik ben zelf niet tevreden over hoe de hoofdstad eruit ziet. Ik ben al een aantal dagen aan het pushen van. Yo, kom eens met iets. Van yo, uh, bedenk iets wat ik kan doen. Yo, kom met een stijl. Kom met de inrichting. Kom op, doe iets. Doe iets. Men heet er al aan zeuren, maar steeds. Steeds zegt men tegen mij eigenlijk van... Yo, we moeten vergaderen. En na die vergadering is het weer van... Oké, okay, en jullie hebben vergaderd. Hoe was het? En daarna is het van... Yo, we moeten nog een keer vergaderen. Want dit en dit en dit. Dus ik word er ook een beetje... Ik vind het een beetje jammer hoe dit gaat momenteel. Het is niet echt goed geregeld qua building... En ik heb ook een beetje irritaties daaraan, want ik wil heel graag bouwen. Ik heb zulke leuke dingen in mijn hoofd. Ik heb tavernes in mijn hoofd. Gewoon epische huizen in mijn hoofd. Boerderijen, farms en zo. Trouwens, ik had ook die wheat farm daar achter gemaakt. Ik had zo'n farm gemaakt. Die laat ik jullie even zien. Maar ik vind het zo jammer dat er niet echt. Er komen geen concrete plannen. Er komen geen concrete plannen naar voren. Hoeveel vergaderingen er ook gaan. Hoeveel, uh, wat dan ook. En ook bijvoorbeeld, daarachter moest ik dan een houten poort maken. En dat wil dan Koen. En ik weet niet wie Koen is, maar... Of ja, het is wel een high-ranked iemand voor zijn binnen het kingdom. Alleen ik vind het dan raar dat één persoon per se een houten gate wilt. En dat die dan ook moet komen, weet je. Be be overleg dan met de herbeelden van... Yo, ik wil graag een houten gate. Ziet het er wel mooi uit. Kijk, deze farm heb ik ook nog gemaakt. Dan leg je gewoon op het water, leg je gewoon een hooibaal neer. En dan heb je het water weggewerkt. Super chill. En het is gewoon een enorm mooie, uh, mooie farm. Ik weet het niet. Ik, ik word er ook een beetje geïrriteerd en gestrest van. Misschien hadden jullie het al door. Maar ik wil gewoon heel graag lekker bouwen aan die hoofdstad. Ik wil gewoon het epische van maken. Dus guys, Thalia, Noah, hoofdbouwen, Branco. Kom op guys. Kom fucking op. Overleg. Vergader. Zorg dat je eens uit de vergadering komt. En word productief. Alsjeblieft. Lever mij allemaal dingen aan. Allemaal bouwopdrachten aan. En dan bedoel ik geen gigantische havens. Geen gigantische kastelen. Dat vind ik niet leuk. Maar wel steeds bijvoorbeeld een taverne, een café. Een markt, bla bla bla, een paardenstal. Dat vind ik nou leuk. Steeds die kleine dingen die ik ook in streams en video's kan doen. Dus guys, dit is Thalia. Op het moment een beetje een, um, een beetje een rotzooi. Ik probeer het beter te maken. Ik probeer hier wegen aan te leggen zodat dingen duidelijker worden. Ik heb hier een mooie farm gemaakt aan de zijkant die je mag blijven staan. Ik heb hier een kleine haven gebouwd. En voor de rest doe ik mijn best. Maar alles wat daar staat. Wordt uiteindelijk gesloopt. Al die durphuizen gaan allemaal weg. Is mij verteld. Dat is tegen mij gezegd. Dus daarop ben ik aan het wachten. Totdat ik kan gaan slopen. En totdat ik dingen kan gaan maken. Maar... Het duurt allemaal zo lang. Het duurt allemaal zo lang. Ik kan er niet meer tegen. Ah, nee, oké. Okay. Ik kan er nog wel even tegen. Ik ga nog even door blijven zeuren. Totdat ik eindelijk uh, wat te horen krijg. En dan hoop ik... Dat ik eindelijk kan gaan beginnen... Met iets moois maken. Van de hoogstad van Thalia. Want momenteel... Krijg ik heel veel eros. Mijn... OCD, die krijgt ook heel veel errors. Want hoeveel troep er ligt. Hoeveel random dingen er worden gebouwd. Deze weg geeft me errors. Dit huis geeft me errors. And, I don't know. Ik wil gewoon heel graag dat Thalia de grootste stad wordt. Die duizenden jaren zal... Uh, reg regeren over het land En uiteindelijk dat wij de wereld Zullen overheersen Oké, okay, dat is echt typische kwade derde wereld, Tweede wereldoorlog gedacht is Maar dat maakt niet uit Ik ga nog even genieten van wat taarten Misschien dat wat eten me eventjes weer gelukkig maakt Oh, lekker mm -mm. Dus. Uh... Yo. Guys. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tof dat je keek. Ik, heb, ik ben heel kritisch geweest in deze video. Sorry daarvoor. Talia. Ik hou van jullie. Het is echt allemaal no offense to jullie. Jullie kunnen er ook niet allemaal wat aan doen. Noah. Branco, Koningen. Alsjeblieft. Ga even fixen dat we eindelijk aan de slag kunnen gaan met Talia. Want ik wil verder. Ik wil verder. Bedankt voor het kijken naar deze video. Like even deze video. Duimpje omhoog. Mag ook meerdere duimpjes. Uh, laat een toffe reactie achter onder deze video. Wat je vindt van hoe ik reageer op alles. Misschien heb je uitleg voor de dingen waar ik geen weet van heb. Snap je? Weet je, ik snap niet. Ik weet niet alles hoe het daar naartoe gaat in de hoofdstad. En verder, weinig niet geabonneerd op mijn YouTube-kanaal. Abonneer dan even op dit YouTube-kanaal. Klik ook even op dat belletje. En dan uh, krijg je gewoon een melding wanneer ik een nieuwe video online zet. Dus, guys, ga dat even doen. Lekker abonneren. Kleine moeite. En misschien zijn we dan heel snel bij de 700 subs. De 700 abonnees. We gaan snel. Volgens mij 76 of zo zit ik nu. zou episch zijn als we de 700 kunnen halen. Very soon, very soon. En dan zie ik jullie snel terug bij een andere video op mijn YouTube-kanaal. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En tot snel bij een nieuwe video op dit YouTube-kanaal. Ciao!